Dan zien we ze weer, de equipeschrijver van Mil. Ook zij kregen een ronde achterstand, zouden de 22e plaats in die eerste marge voor zich opeisen. En het is echt zwaar werk, dat kunt u begrijpen. De wegrace die duurt doorgaans ook zo'n kleine drie kwartier. Hier gaat het om 30 minuten plus twee ronden. Maar dat neemt niet weg dat je volledig bij de les moet zijn. Rondetijd trouwens zo van rond 2 minuten en 11, 12 of 13 seconden. Afhankelijk van de mogelijkheden die de rijders zagen in de training. En dat betekent een gemiddelde van 48 km per uur. Althans voor de snelste. En Wenningen die heeft het best naar zijn zin. Van der Wiel ook, alleen die heeft iets minder tijd om daarvoor blijk te geven. Ja hoor, ze weten natuurlijk dat ze gewonnen hebben. Het was al enige tijd duidelijk dat ze ver, ver, ver wegliepen van de concurrentie. En ik sprak u over een halve minuut voorsprong op Voerer en Keizer. Het werden uiteindelijk 29 en 95 honderdste van een seconde. Maar die 500ste van een seconde die schenkt u ons wel als wij spreken over een halve minuut. 20 punten dus voor Wenningen, die niet echt de grote concurrent is natuurlijk. Nog van Voerer en Keizer, nog van Kuls en Stettler. En Voerer die is dan ook maar wat blij met het feit dat hij zijn voorsprong heeft kunnen uitbouwen. En het is een wat teleurstellend resultaat. Terwijl we hier de huldiging hebben. Een wat teleurstellend resultaat dus voor Kuls en Stettler. Blijde gezichten, dat is altijd het geval op het podium, u begrijpt het. Wenningen en Van der Wiel, eerste. Voor ons optimaal, een goede start, tweede plaats. Trotzdem, als die rechts bei Wagen schneller waren, hier konnten wir den zweiten Platz halten. Wir müssen nur auf Goldstädtel schauen, die haben einen siebten Platz gemacht. Das sind echt gute Voraussetzungen für den zweiten Lauf. Da können wir taktisch fahren. Ja, we hebben een voordeel met de bak. Dat maakt natuurlijk verschil of die bak links of rechts zit. En zoals Andreas Voerer al zei. De start im ersten Lauf war nicht sehr gut. Maar eerst nog even aandacht voor deze man, Martin Kuls. Van Beifahrer, dat hij morgen verletst war, war het tempo vielleicht auch nicht ganz so. Aber vielleicht können wir im zweiten Lauf mehr rausholen und vielleicht auch gewinnen mit ein bisschen Glück. Goed, hier hebt u dan de standvoerder Keizer 247, Kulstetter 235, Wenningen en Van der Wiel. Die kregen er weer 20 punten bij, die hadden 170. Janssen en Janssen vierde en Govaerts Verbrugge zesde. En in de interviews hoorde u dus eerst Andreas Voerer. Die zei, ik hoef eigenlijk alleen maar Martin Kuls in de gaten te houden. Die had de zevende plaats, dat is goed voor ons. En dat terwijl u dus daar even keek naar die equipe Kuls en Stettler. En Kuls die verklaarde dat hij hoopte op een beetje meer geluk in de tweede manche. Zijn zevende plaats die stemde hem niet echt tot vreugde. En hij noemde nog even die valpartij, waardoor Hans Rudy Stettler geblesseerd was geraakt. U ziet deze wedstrijden wel vlak achter elkaar, maar in werkelijkheid zat er dus wat tijd tussen. Ik zei u dat al, de eerste manche die begon om 1:30 en de tweede om 4:00. En ja, onderwijl rijdt dan als u niet op de hoogte bent met de gang van zaken bij Motocross, het zogenaamde bijprogramma. Goed, ze zijn allemaal weer onderweg, fris gepoetst en een beetje uitgerust naar ik hoop van de inspanningen van die eerste 30 minuten plus twee ronden. Een heel dik half uur is het dus geworden. En het is Alois Wenningen samen met Van der Wiel die opnieuw de zinnen gezet heeft op de overwinning. Terwijl we daar Jozef Brusman en Premysl Novotny zien. Een Duitse rijder met een Tsjechische passagier. En hier dan een groot probleem, niet alleen voor één equipe. We zien daar ook nummer 9, 14, kortom een geweldige verkeersopstopping. En dat dan hier op die helling, waar sommigen nog proberen verder te rijden. Het lijkt wel een heuvelklim, zeg, zoals we die eerder deze week op Eurosport lieten zien. Maar Alois Wenningen en Harry van der Wiel, die kunnen gewoon verder gaan. En we zagen hoe Chris Etheridge en Kerry Withers met nummer 9 onder andere bij die valpartij betrokken waren. Net zoals Jozef Brusman met zijn Tsjechische passagier Novotny. Verder zagen we daar ook onder andere, want er waren er veel meer bij, Alexander en Torsten Seubert, de Duitsers, met nummer 42. En ook met nummer 39 kwamen Peter Clark en John Chambers daar in de problemen. Hier ziet u er allemaal nog een keer. Dit is dus de nummer 14 die daar zeer terecht waarschuwend de hand heeft, de equipe Brusman Novotny. Nummer 10, Andreas Lenheer en Hans-Rudy Schlepfer. Die kwamen goed voor de dag, met name in het begin van het seizoen.
Een derde plaats was er voor deze combinatie in Wonen. Terwijl u nu weer kijkt natuurlijk naar Wenninger van der Wiel. En ik sprak over Lenher Schlepfer. Die na die derde plaats bij de tweede match daar de vijfde plaats voor zich opeiste. En toen bij de tweede wedstrijd daar in Zwitserland in Frauenfeld ook in de eerste match als derde eindigde. En wat heeft hij het moeilijk? Onze Martin Gulz. Die begrijpt dat op deze manier de wereldtitel door de vingers glipt. En dan kun je toch weer zien dat het aan de top maar smal is. Heel erg smal. Nummer 7 die zag ik daar voorbij komen. David Baradus en Sébastien Bellot. De Fransen die in de eerste match ook van zich deden spreken. En hier zien we dus nummer 3 voor nummer 1. En de vraag is, hoe lang zal dat zo blijven? Voerer Keizer met het wereldkampioensnummer. En daar zijn ze eigenlijk aan gewend geraakt. En een manmoedig strijdende Martin Gulz. Hans-Rudy Stetter die doet wat hij kan. 40 jaar is ook niet meer de topleeftijd natuurlijk voor een atleet die dit zware werk moet doen. Maar ook hier geldt, eer wie eer toekomt, Hans-Rudy Stetter die weert zich duchtig. Führer en Keizer die kunnen natuurlijk qua puntenstand wel een stootje verdragen. Ik heb u al verteld dat een overwinning 20 punten oplevert en een tweede plaats 17. Dan 15, 13, 11, 10 en vervolgens dus 1 punt per plaats naar beneden. Maar de wereldkampioen is natuurlijk geen man die zegt ik wil alleen maar op punten winnen. Ik wil mijn voornaamste opponent ook in de wedstrijd verslaan. En voorlopig is het nog steeds equipe nummer 3. Gulz en Stettler voor equipe nummer 1, Führer en Keizer. Drie Zwitsers en een Duitser, maar die ene Duitser, Hans-Rudy Stettler, moet ik zeggen, dat is een Zwitser. En die ene Duitser in dat gezelschap, Martin Gulz, die heeft dus wel een beetje bijstand uit Zwitserland. En het gaat hier echt op de rand van de krant, dat heeft u wel door. En Gulz op zijn beurt, die denkt, ook ik heb wellicht aan één plaatsje voorsprong op Führer en Keizer niet genoeg om de heren de titel af te pakken. Maar als ik toch maar kan zeggen dat ik in de laatste wedstrijd hier in Strasbessenbach voor Führer en Keizer geëindigd ben, dan is het in elk geval een eervolle nederlaag. Let u ook op nummer 4, de Janssens. U heeft ze daar al diverse keren in beeld gehad. En Führer Keizer, die weten wat het is om uit te gaan. Kijk maar eens even. Als Romeinse gladiatoren, alleen daar zat er een paard voor vroeger, gaan zij hier over de baan. De Janssens even in de problemen. En vormen ze nou een struikelblok voor Führer en Keizer? Dat denk ik niet. Ze kunnen zich ook in een direct gevecht meten met de wereldkampioen. Al is de erelijst natuurlijk van de equipe nummer 1, Führer en Keizer, wat groter dan die van Janssen en Janssen. Maar dat neemt niet weg dat Jackie en William zich dit jaar uitstekend hebben gemanifesteerd. 3 keer een overwinning, de laatste daarvan dus in Letland. Dat waren er 2 trouwens. En de eerste van die 3, die haalden ze in Bosch in Frankrijk op 12 mei. Ondertussen gaat het geweld aan de kop gewoon door. En dat is echt het daggeweld hier van Strasbessenbach. Alois Wenninger en Harry van der Wiel. Er was absoluut geen kruid tegen gewassen. Bergie op en bergie af, zo gaat het.